En vandaag weer een zwaar bevochten wedstrijd, maar dan verlies je met 1-3. Ja, ik denk in de tweede helft komen we goed op 1-1 gelijk. Alleen dan hebben we eigenlijk te snel die de 2-1 weer tegen. En dan staan we in de organisatie niet goed. Maar die 1-2, jongen, dat is dik buitenspel. Ja, dat heb ik niet zo goed kunnen zien. Maar het gaat mij meer om van de personen die er omheen staan en hoe we daar in de omschakelmomenten eigenlijk zetten. En dat zijn wel een paar momentjes dat we daar niet goed staan. En dan is het ook cruciaal voor deze wedstrijd. Complimenten trouwens voor jullie ploeg, want jullie zijn toch wel lekker aan het knokken. Want je probeert een goed resultaat neer te zetten, maar het lukte vandaag niet. Nee, kijk, wij geluk moet je hebben. Wij moeten het heel veel van strijd en opportunisme hebben. En als dat we dat kunnen waarborgen, ja, dan weet je dat je een keer misschien op een voorsprong moet komen. Hè, en om dan toch dat duel weer over de streep te trekken. Alleen tweede helft, vooral na de 3-1. En dat was volgens mij wel een discutabele, maar wel een beslissend moment, denk ik, ook in de wedstrijd. En maar nogmaals, ik denk wel dat het aan het eind van de rit dat het verdiend was. Alle ballen op Eigenaar en op Otter, maar het kwam er niet uit, hè? Nee. Kijk, tweede helft probeer je op een gegeven moment, na die 3-1 probeer je er weer wat. En dan ga je toch wat opportunistischer spelen, wat meer de lange bal spelen. En dan hoop je dat hij een keer daarin goed valt. Goed, als ik kijk naar de eerste helft, vond ik dat we wel wat meer kansjes hadden. Zonder echt goed te voetballen, hoor. Alleen wij, we hebben één fout gemaakt in de eerste helft. En dat is bij die goal, bij alles voor wat. Ja, dat we niet te kort bij de mensen staan. 6 spelers boven de 30 in jullie team. En bij Forward geen eentje. Nee, maar dat is ook het verschil, denk ik, ook op een gegeven moment. Je ziet op het eind, hè, dan hebben wij niet de conditie, de strijd die we om weer eroverheen te gaan en te gaan. En als je dan 3-1 achter staat, is het anders voetballen dan dat je 3-1 voorsprong hebt. Want dan kan je wel blijven gaan. En maar dat is gewoon een teken. En daar kan je achter verschuilen dat we zo'n oude selectie hebben. Alleen wij moeten gewoon zorgen dat we gewoon volkomen. En dan trek ik hem wel over te schrijven. Cruciaal doen we wel, hè? Want deze 3 punten waren wel belangrijk. Kom je op 10. Ja, nou heb je alles voor die 10 punten. Heb je nog een beetje aansluiting met West-Friese en FC Medemblik. West-Friese trouwens met een gigantische overwinning volgens mij. Van 8-1 of 7-1. Okay, ja. Dus Nee, maar je moet ook realistisch zijn. Wij horen niet in het rijtje van bovenin meedraaien. Kijk, als wij weer lijstbehoud hebben, dan denk ik dat we daarin weer een hele goede zaak hebben gedaan. Wij hopen op een goed seizoen in de middenmoot te komen. En dan is niet deze enorm belang. Alleen het had er wel lekker geweest als je 3 punten had gehaald hier.